Ja, dan zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Nee, nog niet de voorbeschouwing op de wedstrijd van komend weekend. Nee, we hebben het eventjes over de spelers die nog niet verlengd hebben. Ik heb gesproken met Carlos Albos. Want ja, de spelers, ze willen nu niet verlengen, hè, die drie. We hebben het dan over Soufiane El Karawane, Ivan Marques en Bart van Rooy. Is NEC echt zo gefrustreerd daarom? Nou, dat is wat een zwaar woord. Hè? Want dat is het, zijn de woorden van een journalist uiteindelijk. Maar goed, bij tijd en wijlen is het wel zo dat wij bezig zijn en graag willen dat de spelers hun contracten gaan verlengen. We daar in december mee gestart zijn en op dit moment nog geen concreet antwoord over hebben gehad. Dus ja, dus dan is het wel zo dat je bij tijd en wijlen een keer diep ademhaalt. Maar het blijft stil vanuit hun? Ja, het blijft stil. Ja, klopt. Dus er komt geen concreet antwoord. Hè? Dus het is ook per situatie is het ook verschillend. Hè? Dus er zijn ook, bij de een is het zo die oprecht zegt van nou, ik weet het nog niet zo goed hè, wat voor mijn ontwikkeling het beste is. En bij de ander komt geen antwoord concreet terug. Dus per speler is het wel iets verschillend. Ja. Toch, dat is voor mij, hè. Toch vind ik het raar. Ik heb ze alle drie gesproken de afgelopen weken. Ze zijn bij mij voor de camera geweest en ze geven alle drie aan. Ja, ik heb hier naar mijn zin en die is mijn club en ik wil graag blijven. Ja, kijk, ik kan alleen uitgaan van wat wij, de intentie die wij hebben, de handelingen die wij doen, het gedrag wat wij daarbij vertonen. Nou, dat is exact zoals ik het nu zeg. Mm-hmm. Dan moet je die vraag bij de spelers neerleggen. Heb jij voor jezelf een idee waarom het zo lang duurt? Dat weet ik niet, omdat ik net al zei, dat één speler, die heeft me inderdaad oprecht geantwoord van, nou, ik ben nog niet uit wat voor mijn ontwikkeling het beste is. En bij de anderen heb ik geen antwoord gekregen. Dat is moeilijk onderhandelen dan? Dat klopt. Als je zo graag wil blijven, is er dan op een gegeven moment niet zoiets dat je bij jou opkomt, weet je, graag of niet? Als je niet wil, zeg het dan. In datzelfde interview afgelopen dagen in de Gelderlander heb ik ook gezegd dat wij daarop anticiperen en inmiddels ook doorgaan richting het nieuwe seizoen. Dat betekent dat je bent aan het kijken om op die posities jezelf te versterken? Ja, kijk, voor volgend seizoen natuurlijk zo dat er een aantal posities vrijkomen. Of posities waar we ons willen verbeteren. En dat was het zo in december dat je, ik noem maar eventjes, deze desbetreffende posities. Had je in principe de namen ingevuld van de huidige spelers. Ja, en die namen hebben nu blanco staan. Het is nu half februari, eind februari, dan wil ik het weten. Ja, dat gaat natuurlijk wel komen. Hè? Het is natuurlijk ook zo dat we ook te maken hebben met de korte termijn. Hè? Dus dat we nog steeds onze doelstelling kunnen en willen halen. En dat heeft altijd weer invloed op de kleedkamer. En dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? Ja. Dus het zijn ook dingen, je kunt de botte bijl hanteren. Maar anderzijds, ja, we willen op korte termijn ook nog steeds presteren. Dus je bent dan aan het balanceren. Dan afgelopen week, afgelopen zondag heb ik Studio Voetbal gezien. Heb ik Wilco van Schaik over jullie trainer Rogier Meijer gehoord. Nou, je hebt ook al een paar keer gezegd, we zijn eigenlijk wel tevreden, blij met hem. Dat leek een beetje een poging al van, nou, wij zouden wel willen verlengen. Maar is dat gevoel ook bij jullie ook echt zo van, nou, wij zien hier nog wel de trainer voor de toekomst in? Ja, kijk, we hebben in januari samen een gesprek gehad. Hè? Wilco, Rogier en ik. Over de huidige stand van zaken en ook inderdaad al een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Daar hebben we eigenlijk allebei uitgesproken van, laten we daar eind februari nog eens verder gaan kijken. We zijn dan verder in het seizoen, verder in de ontwikkeling, in de samenwerking met elkaar. Dus daar kunnen we allebei over nadenken. Dus dat gaan we, voor eind februari is dat toen al afgesproken. Ja, en daar houden we ons aan. Ja, want Rogier zei van, ja, ik moet voor mezelf natuurlijk ook beslissen of ik nog wel door wil. Of ik hier nog de voldoening uit haal. Ja, klopt. Dus dat is gewoon een overweging en een gedachte. Die iedereen goed moet overdenken. Dus het is altijd zo, daarover ben je in communicatie en je hebt daar twee partijen voor nodig. Ja. Nou, gingen er wat geruchten hier dat Dick Schreuder hier lang zou zijn geweest op gesprek? Heb je daarmee gesproken? Ik heb hem niet gezien, nee. Niet gezien, maar ook niet gesproken? Nee, ik heb niet gesproken, nee. Dus dat kan weer in de land der fabelen? Kan in het land van de geruchten, ja. Ja, okay. Ja, klopt. Ja. Carlos, dankjewel.